het schriftje genoemd De Allergrootste Dorpsgek van Bergen. En ik heb gewoon iedereen opgeschreven die we gehoord hebben tot nu toe. Weet je wat mijn bijnaam is? Nee. Gekke Henkie. Gekke Henkie. Dit is ook een dorpsgek, die komt uit Bergen aan Zee. Deze komt uit Bergen aan Zee. Ik zit bij Sade Boeren. Ik zoek naar de dorpsgek van Bergen. Ja, dat heb ik al gezet, dat ben ik. Is dat voor je? Ik vind eigenlijk dat we het dorp een winnaar aan moeten laten wijzen, want we komen er gewoon zelf niet uit zo. Nee. Toch? Frans Wokke en Piet Heinlo. Oh, Frans Wokke, die had ik nog niet. Nee, Piet Heinlo krijgt een punt. Hele, dat is onze nachtburgemeester. Hoe heet hij? Frans Wokke. Shit, hij denkt dat hij Herman Brood is. Maar je hebt een mevrouw met een belletjesjurk, een Russische... Ja, oh, die is heel eng op een fietsje. Ja, die is ook gek. Ja, die is goed gek. Maar gekker dan Frans Wokke? Nee, kan niet gekker dan Frans Wokke. Moeten jullie er even heen brengen? Weet jij waar Frans woont? Welke? Frans Wokke. Ja, die woont verderop naast mij. Hallo. We zoeken de grootste dorpsgek van Bergen. Oh. Nou, dat tel jij absoluut niet mee. Dat win jij nooit. Wie wint dat? Het wordt steeds gekker. Frans, mag ik je iets vragen nog? Jij bent toch de nachtburgemeester van Bergen? Ja, maar nu is het dag. Ja. Nee, we zijn met de kamer. Ik wil je één ding vragen. We zijn op zoek naar de grootste dorpsgek van Bergen. Ben jij dat of niet? Nee, niet echt. Nee? Die zit in Bagdad. Ja, maar van Bergen bedoel ik. Ja, maar die is nu in Bagdad. Die is nu in Bagdad. Ja. Maar die is hier wel geweest. Daar is hij ook gek. Later. Hij verklaart zichzelf niet als de allergrootste gek. We gaan verder even zoeken. Verder zoeken. Die Russische tsarina, heb je die al gezien? Is dat die mevrouw met belletjes aan de jurk? Ja, precies. Ja? Nou, dat is er eentje. Vrouw met de belletjesjurk, ja, dat weet ik ja? Al. Ja, ze is echt knetter. Ik vind het een beetje eng, want ze schijnt boosaardig te zijn. Ik durf niet. Oké, nou. Er is geen bel. Het is die Hermelijn van me. Oh, hier is de bel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wil je dat ding even uitdoen? Ja. Wat is er gebeurd? We gaan even hier staan. Je hebt hem toch niet uitgezet, hè? Heb ik hem uitgezet. Oh, nee. Oh, wat erg. Ze zei, zonder museumbrief komen we er niet in. En ze gaat nu de politie bellen. En toen gooide ze heel hard de deur dicht. Probeer nog één keer te bellen. Oké. Hey, en ik heb hem uit. Okay. Mogen we nog iets vragen? Mevrouw? Mevrouw, mogen we nog iets vragen? Nee, de politie is onderweg. Ik wil niet door jullie mijn baan verliezen. Weg het punt! Weet je wat ik doe? Je moet streven eraan. Mevrouw. Mijn vinken. Doei. We gaan Piet Hein zoeken. Ja. De dorpsgek van Bergen. Ik denk, ja, maar er zijn er meer hoor. Ja? Ja, natuurlijk 7, 8 zijn er wel. 7, 8? Ja. Maar ik noem geen namen hoor. Nee? Nee, dat doe ik niet. Is het Piet Hein? Piet Hein? Ja, dat is het. Ja. Piet Hein het is. Piet Hein! Piet Hein! Piet Hein! Hij zit gewoon toch in de kroeg. Weet je wat? We gaan naar de kroeg. Hey, Rogier, het wachten duurt te lang. Ja, hè? Ik denk, misschien zit hij gewoon binnen in plaats van buiten. Binnen? Ga het even checken. Oké. Ja, hier komt het binnen even checken. De dorpsgek bokaal. Waar is Piet Hein? Hij is binnen. Dag. Rogier ben ik. Piet Hein. Hallo. Hallo, hoi. Wij zijn van het televisieprogramma Ontdek je Gekje. Ja. En we lopen hier de hele dag al in Bergen. Ja. Op zoek naar de dorpskerk van Bergen. Oh jee, wat een eer. En na een uitgebreid onderzoek ben jij dat geworden. Ja. Allemachtig. En daarom wil ik je graag deze bokaal geven. Leuk gek, dat is een eigenschap. En dat kan je niet leren, dat is aangeboren. Maar jij vindt dus zelf dat je de dorpsgek van Bergen bent? Absoluut.
dan hebben we de goeie. Uit 15 gekken.